wij zijn groep 1. Wij gaan presenteren over vak V17. Ik ben Rivas Ramos. En ik ben Caramato. Als u hier bent, u bent. We hebben deze 1. DNS server, VPN server, een NAT server. Die zijn beide geconnect op de router op het internet. En daarnaast hebben we die geconnect is naar aan onze DCE, een child domain. En daarnaast hebben we een client voor de child domain. We hebben een client voor de DCE en het is ons gevolg. We gaan starten met de DCE. Dit is onze DCE. Ons IP-adres is 10.0.35.1, dus ik heb wel een subnet. 16-bit, ja. 255-255-0. Gateway is gepoint naar onze hart, zoals zo. Om te kijken of je domain controller helemaal in orde is, dan doe je een operation master. Zoals je ziet in het seconde geweest is de naam van onze DC. Is in orde. Ook op onze child domain. Operation master. Zo in orde. Zo, als we verder gaan, we gaan verder met de wallpaper policy. We hebben op onze DCE hebben we een wallpaper, zoals jullie hier achter zien. Mooie wallpaper met landschap wallpaper. Dit is het pad van die wallpaper. En hier is die folder waarin die wallpaper is gezien. En dan om dat te bewijzen op een client, ik ga dat zo doen om delays te voorkomen van scherm verwisselen. Dus ik wijs u zo dat die client dezelfde wallpaper heeft. We hebben wallpaper policy op de DCE en ook nog een wallpaper policy op die child domain. Dus er zijn twee verschillende wallpapers. Dat wees ook zo op de client van de child domain. Het wapen van die child domain is hier. Ja, hier was die wapen van de child domain. Het is gesaved op die DCE. En dus die child domain heeft dan zijn via het netwerk heeft hij die wallpaper dan gepoint als het ware naar die clients. We gaan verder met de password policy. Die child domain heeft een password policy. Stop. Yes. So, dit is onze child domain. Hier hebben we een wallpaper policy. Dit is het pad van onze wallpaper policy. En als je op de flat screen kijkt, sign over in met sign over in op de client. Wat gaat daar komen? En hier ziet u dan die wallpaper. De wallpaper die op de child domain is als our wallpaper policy is gezet. Ja. Is nu op de client. Daarnaast hebben we ook een password policy. En hier als je die password policy laat zien. Onze password policy, minimum password length is voor 4 characters. Standaard komt die met 7. Waardoor als je een korter password wilt, kan dat. Maar dat doe je dan bij die password policy. Dan gaan we demonstreren met diezelfde client. We signen in met 4 characters. En dan sign to yes. Daarnaast hebben we software deploy. We hebben Skype geïnstalleerd. En als we niet terug gaan naar die client, dan Skype hier. Als je het installeert, op de voice app.
comes to the finance, comes to... Actually, this is how to deploy off-seas. This is how to publish, so that they can assign and publish. Actually, assign the return, how to automatically install the return. We have to publish, so that they can install the return. Okay. Oh, yeah, that's super cool. We can't get it. Verder gegaan hebben we onze VPN server. Dat is op dat punt. De VPN server is twee clients geconnect op de VPN. En we gaan nu met een derde inloggen. Dat is in die. Ja, hij is al ingelogd. Hier hebben we dan vier clients. Kan er één bij? Ja, er zijn drie daar. Kan er één bij nu, op dit moment? Ja, dat kan wel. Gerrit, dan kan je dat doen op die client. Of jouw test user van maken? Ja, dat gaat onthouden met die DC-in connector. Dat was het voor ons demo. Wij zijn het demo. Zijn er vragen? Ja. Priya. Je kan staan. Ik heb een vraag voor Priya zelf. Priya. Waarom hebben jullie zo weinig real-time laten zien? Alles was bijna vooraf. Er zaten drie users daar, zo, die hadden al ingelogd. Waarom hebben jullie zo weinig real-time gedaan? Omdat we bewezen dat de techniek ook goed gaat en dat er binnen een korte tijd bewezen worden dat het wel goed werkt. Ja, maar dus daar hebben jullie alles vooraf gedaan. Ja, we hadden alles vooraf besproken. Oké. Okay. Is het hetzelfde antwoord van de rest waarom jullie zoveel vooraf hebben gedaan? Ja, eigenlijk wel. Als je vragen zouden zijn, dan zouden we het praten. Oh. En onderbrekingen bijvoorbeeld. Zoals kabels weghalen en zo. Oh. Dus jullie hebben content daar alles meegenomen van de rest? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nee, is goed. Abon. Die heeft in zijn gezicht de kampen voor
Child domain of the wallpaper policy, DFP. DFP wallpaper policy. Maar heb je een nieuwe machine die je kan laten demonstreren, laten zien dat die wallpaper policy wel implementeert? Want nu heb je een klaar machine gezet. Nee, maar ook dus een device meegenomen. Wat kunnen die stappen laten zien waar je pack kunt zien van die wallpaper? Ja, maar ik heb die machine die zien opstarten dan misschien heb je device meegenomen zo. Ik wil nu zien dat de machine opstart en hij accepteert niet de wallpaper policy. Niet dan kan hij klagen denk ik. Ik heb een test-tweer gemaakt.
father of the kids. Yeah. So, yeah, speaker. I'm going to go next. Oh,
voor half second top. Ja, om te worden overrest, dan ga ik het klaargemaakt en misschien is het real time. Ja, veel dingen is dat. Oké. Maar goed, faal zilver nu nog. Oké, faal zilver, dat is faal zilver nu. Daar is er weer een faal zilver nu. Hier hebben we onze faal zilver. We hebben ook dat van haar. Of de zilver, of voelder dan die we goed hebben van de people. Maar er is dan een verkeer tussen hard en soft. Hard hold en in. Dat is jouw. Ik ga nog even kijken. Die voelder zijn ook goed van de people. Maar die hard en soft. Wat voor scale is dat je bij hard die kuurwieken kan overtreden terwijl dat je soft wel mogelijk is? Dat zou ik nu nog zeggen. Hier hebben we een folder van 4 MB. Gaan we plaatsen binnen die hard folder. Hier bij van wel dat het niet kan. Wat is dat dan? Dit is binnen die hard folder. Hier. Bij van wel dat het niet kan. Die gewoon een plaats hebben in die soft folder. En daar heb je. Je kan het ook zien als je de server je van in de server Als je klaar bent.